In de Marienburg Bibliotheek in Nijmegen worden in de vierde week van januari verschillende computercursussen voor senioren georganiseerd. Het bedrijf SeniorWeb organiseert deze cursussen om senioren een beter beeld van de digitale wereld te geven. Dinsdagochtend ging het over phishing mail en organisator Gert Jupijn vertelt dat het een listige manier is waarop mensen via de e-mail opgelicht worden. Het ging vandaag over phishing mail. Hoe kunnen mensen in de gaten houden van, is een mail betrouwbaar? Kan ik daar op reageren of niet? En zo ja of nee, wat moet ik ermee doen? Het onderwerp werd iets breder ingezet. We hebben ook gekeken naar allerlei andere aspecten van veiligheid. Als je denkt aan de ene kant de vier antivirussen, maar ook ransomware. Hoe zorg je ervoor dat je bestanden beveiligd zijn, mocht je gegijzeld worden? SeniorWeb zet zich in voor ouderen die online de weg niet zo goed kunnen vinden. Ouderen maken zich vaak zorgen over online veiligheid, vooral omdat velen het lastig vinden om te begrijpen. Omdat ouderen vaak het meest kwetsbaar zijn, ze hebben die ontwikkeling niet meegemaakt van kind af aan. Dus voor hun is het een hele nieuwe wereld. En wat wij nou proberen als SeniorWeb is om die mensen mee te nemen in die wereld en die mensen zo goed mogelijk digitaal vaardig te maken. Het lijkt een beetje in het verlengde liggen van laaggeletterdheid. Ja, het klinkt heel gek, maar je moet je realiseren dat heel veel ouderen, als het gaat om digitale vaardigheden, eigenlijk een beetje laaggeletterd zijn. Bij de cursus geldt een vrije inloop en de klas liep aardig vol. Er blijkt veel interesse voor het onderwerp te zijn en dinsdag leidde Geert-Jan Blauw van SeniorWeb de les. Volgens hem kunnen moderne termen intimiderend zijn voor de senioren. Het is voor hen vaak lastig om alles te volgen. Het niveau is heel verschillend, dus je moet eigenlijk heel erg differentiëren in je aanbod. En ik ben me bewust dat ik dat, omdat ik er zelf zo verschrikkelijk in zit, dat je vrij snel te hoog inschaalt. Er zijn veel moeilijke termen inderdaad die gebruikt worden. En voor mensen die nooit met een pc hebben gewerkt of pas laat zijn ingestapt, is dat moeizaam. En weet je, al zijn er maar 5 of 6 die het op deze manier toch iets ervan hebben opgepikt, is toch dat mooi meegenomen.